Dit is de nafreesbeweging van de kettingwiel. We kijken, hier begint de nafreesbewerking. We zullen met de pijltjes even erheen lopen, met de pijltjestoets. Je ziet dat hij hier inloopt op het contour, met de radius. Hij komt hier op de eerste flank aan. Hij gaat meteen, in plaats van hier de tandvorm te volgen, naar het midden toe. Hij zakt hier naar beneden en gaat nu de rechterflank van de tand frezen. Dit gebeurt zonder radiuscorrectie. Dit kan niet, omdat we zowel mee als tegenlopend gaan frezen. We lopen hier de tand uit. We keren we om terug naar het midden te gaan. We zakken weer naar beneden en gaan nu de linkerflank frezen. Tot en met de radius. Nu is hij klaar en nu herhaalt de beweging zich van de eerste tand en gaat hij door naar de volgende. Dit is dus de oplossing.